Hoe krijg je het standaard witte materiaal terug in SketchUp op Mac? Hoi, ik ben Peter van SketchUp3D.be. In onze videoreeks heb ik een video gemaakt over hoe je op Windows het standaard materiaal in SketchUp kan terugkrijgen. Maar die functie bestaat niet op dezelfde manier op Mac. Dus in deze video, hoe los je dit op Mac? Nu, je gaat wel op een Windows computer moeten doen, maar uiteindelijk gaat het net hetzelfde werken. Dus wat bedoel ik? Wel, je kleurt je object in en daarna denk je, ik wil eigenlijk terug gewoon naar het standaard wit. Nu, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, hey, ik zet er gewoon wit op, wat je onder materials vindt. Maar op dat moment zit er echt de kleur wit op. En betekent het dat er eigenlijk wel een materiaal op zit. Maar wat we bedoelen is, ik wil dat er geen materiaal op zit. Nu, op Windows hebben we hier de functie Set Material Paint Back to Default. En zoals je ziet, dat ziet er niet hetzelfde uit als gewoon wit, want je ziet hier het wit van de voorkant en het blauw-grijze van de achterkant van mijn vlak. Nu, het resultaat gaat uiteindelijk net hetzelfde zijn. Wacht, ik ga hier even terug wit opzetten. Dan ga je op een andere manier zien wat ik bedoel. Dus als ik dit vlak selecteer, ga je zien in Entity Info dat je dan ook kan zien welk materiaal zit erop. Op deze twee vlakken heb ik het default material gezet. En dan zie je dat dat ook klopt. En op het bovenste vlak heb ik gewoon wit gezet. En dan zie je dat daar wit op zit en niet het standaard materiaal. Maar de vraag was, of de insteek was, hoe doe ik dat op een Mac, want daar heb ik deze functie niet. Wel, de makkelijkste manier is eigenlijk dat je gewoon een vlakje tekent. Dan weet je dat dat in de meeste gevallen eigenlijk omgedraaid ligt met de blauwe kant naar boven. Rechtermuis ligt daarop reverse face. En dan gebruik je het pupetje. Nu, op Windows heb je dit. Op Mac doe je het beter met B van Paint Bucket. En dan hou je de... Op Windows is dat Alt, maar op Mac is het Command. En dan sample je hier eigenlijk het default material mee. Je laat toets los en nu kan je gewoon met je Paint Bucket eigenlijk deze vlakken terug inkleuren. En dan hebben zij eveneens het default material. Nu, op deze manier kan zowel op Mac als Windows. Alleen is het voordeel op Windows dat je hier eigenlijk een knopje waar heb en dat je op Mac wel deze kleine tussenstap moet maken. Vond je dit een nuttige video? Graag een duimpje of een likeje. Tot in de volgende video.